En de gedenknaald van de vermoorde vakbondsleider Jovini Abaisa is terug op de plek waar het een jaar na zijn dood was geplaatst. Vandaag, 50 jaar geleden, werd de 29-jarige Abaisa doodgeschoten tijdens protesten van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst op het pleintje voor de Surinaamse Bank aan de Henk Aronstraat. Het was de CLO die het gedenkteken plaatste op 27 februari 1974, maar deze werd uren later door de politie in beslag genomen, waarna de vakorganisatie er 2 maanden daarna in slaagde de gedenknaald nabij het beeld van Kwaku te plaatsen. Op initiatief van de organisatie Amaron Kompas is het gedenkteken terug op de oorspronkelijke plek en dat is na een week van intensief onderzoek, zegt voorzitter Leo Brunswijk. Het was 1 week strijd die ik dag en nacht heb geleverd samen met Stichting Amaron Kompas om dit voor elkaar te krijgen. Ik heb iedereen plat gebeld. Ik ben zelf bij kabinet geweest en men zei van nee, je krijgt het straks over een uur. Ik zeg oké, dan blijf ik een uur wachten. Nee, het gaat. Ik zeg nou, dan ga ik lekker hier slapen. Ik ga gewoon op de bank liggen en gewoon wachten. Nee, meneer Brunswijk, het komt in orde. We hebben al de verschillende organisaties, instanties, monumenten, organisaties en zo, hebben ook al gebeld. We hebben naar dat plek gekeken en het blijkt een overheidsterrein te zijn. Dus dat gaat wel veel makkelijker. Wat mij wel opviel, is dat soms de ambtenaren ook niet precies weten bij wie ze moeten zijn. Bij de herdenking van Abaisa in 2022 dienden 3 Maron-organisaties een petitie in bij vicepresident Brunswijk met het verzoek de gedenknaald terug te plaatsen op de huidige plek. CLO-voorzitter Ronald Hooghaart, om een reactie gevraagd, is niet te spreken over het verplaatsen van de gedenknaald zonder eerst in contact te treden met de vakorganisatie. Alama sabitak na CLO potasandrape. Bij contact aan een waarachtig CLO op een nette manier. Dus, respect hier een beetje aan. Dat doe. Dus, naar de man zaak, de man doet er aan niet. Ik vind het niet leuk, niet goed. Maar dat kan de regering niet toestaan. Als de man consulteert, de man dat in Biden. Je kon naar CLO aan een nabestaande potabeeld. Naar CLO potten. En alle deed naar CLO. Alle jaren na CLO, ik breng een boskop op die Abaisa. Dus je kan tegen me dat die nabestaanden hebben dat gewild. Dat hebben kan aan de nabestaanden, ja. Hooghaart, die zegt ook getuige te zijn geweest van de moord op Abaisa, heeft namens de CLO vandaag de kransen gelegd op de plek waar het teken stond te Kwaku en zegt naar de rechter te zullen stappen in deze kwestie. In gesprek met de redactie realiseerde Brunswijk zich hoe minimaal het verhaal van Abaisa staat in onze geschiedenisboeken. Dan krijg je geschiedenis en dan komt het zo, ja, miniem in onze geschiedenis dat je bijna niet erover kan lezen. De school, kinderen, jeugd moet gewoon geschiedenis kunnen volgen en goed. En niet eens een bladzijde, het moet bijna een hele boek over Abaisa geschreven worden, zodat dat als verplichte literatuur voor de kinderen zijn om te gaan lezen. Maar als jij zelf niet touwtje in eigen handen neemt om de zaak gedaan te krijgen, dan gaat zo iemand verloren. Brunswijk besluit met te stellen dat als wij anno 2023 Jovini Abaisa niet op de juiste manier gedenken, zijn strijd voor niets is geweest.